Hey hallo, dit is een video die een introductie geeft van het eerste eindexamenonderwerp, de Republiek in een tijd van vorsten. En ja, in deze video komt dus even heel kort aan bod waar dit onderwerp eigenlijk over gaat. Het is namelijk een onderwerp dat best wel een lange periode beslaat, namelijk de periode 1477 tot 1702. Dat lijken misschien willekeurig gekozen jaartal, maar je zult erachter komen dat dat niet zo is. Oké, de periode hebben we nu bepaald. Nu gaan we even kijken naar de plaats. Dat is ook altijd belangrijk als je een geschiedkundig onderwerp bekijkt. In dit onderwerp staan eigenlijk drie landen centraal. Engeland, Frankrijk en vooral Nederland. In die drie landen zijn aan het begin van ons onderwerp allemaal koningen aan de macht die hun macht moeten delen met steden, met lokale edelen en met hoge geestelijken. En die koningen die gaan proberen om daar iets aan te doen. In Engeland lukt het de koning om de macht naar zich toe te trekken. Maar hij moet nog steeds wel rekening houden met de macht van de steden, de adel en de geestelijkheid. Hij kan niet zonder hen regeren. In Frankrijk gaat de koning een stap verder. Hij weet feitelijk de macht van de adel en de geestelijkheid en de steden helemaal uit te schakelen. Hij wordt een soort alleenheerser, een absolute vorst. In Nederland ligt dat anders. In Nederland is op dat moment ook een koning aan de macht, maar dat is geen Nederlandse koning, dat is die Spaanse koning, Karel V, later Philips II. We kennen hem uit het gewone boek waarschijnlijk nog wel. Ja, en daar komt dus een verzet tegen als die koning probeert om ook in Nederland de macht naar zich toe te trekken. Want dan begint de Nederlandse opstand, ook wel bekend als de 80-jarige oorlog, en vanaf 1588 gaat Nederland definitief zonder koning verder. Vanaf dat moment wordt Nederland een republiek waar de steden en de adel het zelf voor het zeggen hebben. Oké, hoe dit nou allemaal zo komt, waarom dat in de republiek van Nederland anders gaat dan in Engeland en in Frankrijk, daarover gaat een groot gedeelte van ons onderwerp. Het gaat dus vooral over politiek. En in dit geval dus de vraag hoe het kan dat er in Nederland een decentraal bestuur komt, een bestuur waarbij vooral die regenten, zoals je hier ziet op de afbeelding, de macht hebben, en waarom er in die landen als Engeland en Frankrijk juist een centraal bestuur komt, waar de koning heel veel te zeggen heeft. Nou, dit is dus één kant en misschien wel de belangrijkste kant van het verhaal. Maar er zit nog meer aan dat verhaal. Want er zit ook een religieuze kant aan dit hele gebeuren. Dit is namelijk ook de tijd, zeker aan het begin van het boekje, dat het protestantisme op komt zetten, de tijd van de reformatie. Luther en Calvijn die nieuwe visie hebben over hoe het christelijk geloof zou moeten worden uitgeoefend, waarmee ze eigenlijk het christelijk geloof in West-Europa op zijn kop zetten. Ja, en de vorsten die gaan daarop reageren en dat gebeurt op hele verschillende manieren in die drie landen. In Engeland behoudt de vorst zijn macht. Daar wordt ze niet katholiek, daar wordt ze niet protestant, maar daar wordt ze anglicaans. Wat dat is, daar zullen we later nog op terugkomen. In Frankrijk, waar die koning sowieso al veel macht naar zich toe aan het trekken was, ja, daar blijven ze katholiek, daar blijven ze de paus trouw. En in de Republiek van de Verenigde Nederlanden die we hebben zien ontstaan, ja, daar was dus heel veel vrijheid en die is er ook op het gebied van het geloof. Daar hebben mensen in principe een vrije keuze voor welk geloof zij aanhangen. Dat wil overigens niet zeggen dat ze allemaal dezelfde rechten hebben, maar daar zullen we later op terugkomen. Goed, op religieus gebied zal dit boekje gaan over de tegenstelling die er bestaat tussen vrijheid op het gebied van geloof tegenover een staatsgeregelde godsdienst, waarbij de koning of de overheid in ieder geval bepaalt welk geloof je moet hebben in een land. En als laatste zit er ook nog een duidelijke economische kant aan ons verhaal, de Republiek in een tijd van vorsten. Want dit is ook de tijd waarin de Gouden Eeuw voor die Republiek begint, waarin ze in Nederland enorm rijk worden. Denk aan de VOC en denk aan de Amsterdamse Stapelmarkt, dat soort zaken. Nou ja, daar zijn de koningen van Engeland en Frankrijk eigenlijk best wel jaloers op. Zij vinden dat helemaal niks. En zij gaan allerlei maatregelen nemen om te proberen die handel van die republiek te belemmeren. En dat is eigenlijk de laatste component van ons boekje. In de republiek wil men heel graag vrijhandel hebben, terwijl die koningen van Engeland en Frankrijk vooral bezig zijn om handelsbelemmeringen op te werpen voor die republiek. Oké, we zien dus de hele tijd de tegenstelling tussen aan de ene kant die republiek en aan de andere kant Engeland en Frankrijk. Die republiek die heeft blijkbaar een heel bijzondere plaats in die tijd. En de vraag is dus eigenlijk hoe dat kan en hoe daardoor de andere landen op gereageerd wordt.
Nou, heel even kort nog een overzicht van die tijd, want je kunt dit onderwerp in een viertal perioden verdelen. 1477 tot 1702, ik zei net al, dat zijn niet zomaar willekeurig gekozen jaartallen. Hier volgt een klein overzicht van hoe je dit onderwerp in zou kunnen delen. En dan zie je meteen ook al aan die iconen die erboven verschijnen dat dit onderwerp verschillende tijdvakken uit ons gewone boek beslaat. Oké, maar nu even snel nog de jaartal die je straks zeker moet kennen. Je zult er een heleboel moeten kennen, maar deze zeker. Waarom begint ons onderwerp in 1477? Nou ja, dan komen de zuidelijke Nederlanden onder Habsburgs gezag. En die Habsburgers, die we later vooral dus als Spanjaarden leren kennen, die gaan dus proberen om de macht in Nederland te centraliseren. En dat gebeurt dus vanaf 1477. Nou, in 1555 breekt er een nieuwe periode aan, want dan wordt Philips II de landsheer van de Nederlanden. En hij gaat echt werk maken van die centralisatie. Het gevolg daarvan zie je meteen erboven ook staan, dat is de Nederlandse opstand. In 1568 zal de 80-jarige oorlog uitbreken. En dat leidt in 1588 tot het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Nou, het gaat heel goed in die Republiek, er komt zelfs een Gouden Eeuw. En die zal zo ongeveer duren, zo ja, tot ergens in de 17e eeuw. Maar in 1648 dan begint de tij eigenlijk al een beetje te keren. Dan is de Vrede van Münster het einde van de 80-jarige oorlog. Maar dan zien we dus ook meteen dat het na die Vrede van Münster minder gaat met die republiek. Want de republiek verliest haar voorsprong. En in 1702 wordt dat pijnlijk duidelijk als het tweede stadhouderloze tijdperk begint. Oké, er zijn nu al een heleboel termen en namen en jaartallen voorbij gekomen. Dit is puur om een beetje een overzicht te geven, zodat je een idee hebt over welk gebied we het gaan hebben, over welke tijd we het gaan hebben en welke onderdelen er aan bod komen. Het is volgens mij een heel leuk onderwerp, maar ik heb ook gemerkt het afgelopen jaar dat veel leerlingen het een ingewikkeld onderwerp vonden. Omdat je heel veel verschillende namen door elkaar gaat halen en zo. Dat valt eigenlijk allemaal mee, maar het is wel zaak dat je je onderwerp gewoon goed bijhoudt. En dan vallen de puzzelstukjes hopelijk langzaam allemaal op hun plek. Ik heb over iedere aparte periode ook een video gemaakt waarin ik alle hoofdzaken voorbij laat komen. En die kunnen je ook een overzicht geven. Dus ja, zoek er even ook op mijn kanaal. En ik wens jullie veel succes met de voorbereiding van je eindexamen.